Ja, of kijkers van mijn kanaal. Mijn naam is Dylan, oftewel de Rotjoch. En welkom weer terug bij een nieuwe video op dit kanaal. Oftewel de Rotjoch. En we spelen weer Mindhope. Ja, we zitten weer in het oh zo mooie stadje. En ik zit weer in mijn oude huis. Ik heb hier zo lang niet gezeten. Zo lang niet kunnen chillen. Maar ik dacht, het is een keer tijd om te gaan chillen in Mindhope. Want joh, het laatste heb ik heel erg druk. Gestopt bij de FBI. Elke dag heb ik FBI mensen achter me aan nog steeds. Die me in de gaten houden. Echt vet vaag dat ze dat doen. Maar de FBI elke dag. En de plannen, die worden binnenkort doorgevoerd. En ik dacht, weet je wat, vandaag is relaxed tijd. Ik lekker mijn kleertjes uit. En ik ga lekker chillen in mijn bubbelbad. Want ik sta eigenlijk nooit in mijn bubbelbad hier in Mindhope. Het is een heel mooi plekje. Zo, lekker het hoekje, lekker chillen in Mindhope. In mijn bubbelbadje, genieten. Want ja, de Red Light District, natuurlijk in Contractia heb ik natuurlijk al plannen heb ik aangevraagd. Natuurlijk, en het is allemaal goed gekeurd. Als het goed is, ga ik dus een Red Light District starten ergens. Dus dat is hartstikke goed. Helemaal lekker. De autobedrijf loopt als een tierenlier. En ik geniet eigenlijk vooral van mijn vrije tijd. Verder nu lekker in mijn bubbelbadje. En dat is allemaal wel even relaxed. En ik zie... Klop, klop. Dylan. Hallo? Kom maar binnen. Ja, kom maar binnen hoor. Oké. Ik zit in mijn bubbelbad. Oh, lekker chill. Hey, eindelijk treffen we elkaar, Dylan. Ben jij niet de minister Binnenlandse Zaken? Klopt, tijdens jouw vakantie ben ik benoemd tot minister van Binnenlandse Zaken. David heeft mij aangenomen om zijn rol te vervangen, omdat hij de stokmarkt gaat doen. Oké, wacht even, ik kom wel even het bad uit hoor, want dit is even iets een beetje raar om zo'n beetje te praten. Hè. Trek ik de kleertjes natuurlijk aan, want het is een beetje... Dank je. Een beetje raar. Ja, zo, oké, vertel, wat komt u hier doen? Nou, eigenlijk ben ik al een week op zoek naar jou om eigenlijk een belangrijke vraag te stellen. Ik heb in de ministeries gehoord dat jij een goede staat van dienst hebt binnen Mindhope en Mindhope staf. Mm-hmm. En eigenlijk ben ik op zoek naar een nieuwe burgemeester voor Cosmopolitan. Want Jan de Engelman is helaas moeten vertrekken. Moeten vertrekken? Is hij opgestapt of iets gebeurd verder? Nee, hij gaat zichzelf verder oriënteren binnen Mindhope en gaat opleiding volgen. Dus ja, hij had geen tijd meer om fulltime zijn burgemeesterschap te volgen. Dus vandaar dat ik eigenlijk op zoek ben als minister van Binnenlandse Zaken naar een goede opvolger. Nou, en jouw naam komt eigenlijk overal boven op het lijstje. Oké. Dus, mijn vraag aan jou, of jij daar interesse in hebt. Je mag er natuurlijk over nadenken. Dus de burgemeester zijn van Cosmopolitan? Cosmopolitan, eigenlijk een stad wat straks eigenlijk het denk ik wel het meest gaat aantrekken, omdat er gewoon grote gebouwen kunnen worden. Jeetje. En ja, waar gewoon straks denk ik wel een beetje vol gaat stromen met alle inwoners die vanuit Zone 1 gaan komen. Ja, dat snap ik. Zo, ja, je overvalt me hier wel een beetje mee. Wat is je naam, Tim? Timewalk. Ja, je overvalt me wel een beetje mee. Is het goed als ik er een nachtje over slaap? Uiteraard. Je weet me in ieder geval te vinden. Ik heb zelf nu het ministerkantoor postbus, dus daar kan je... Laat gewoon even iets weten. Natuurlijk, ik weet waar je bent, het oude waar David zat natuurlijk. Super. Helemaal goed. Oké, dat was het enige waar je voor kwam. Nou, het enige, ja, dat was het. Ja, eigenlijk wel. Zo. En ineens gewoon patsboom. Burgemeester Cosmopolitan. Wat valt er dan onder de taak van burgemeester Cosmopolitan? Kan je mij misschien vertellen? Je gaat alle mensen toegang bieden tot je stad. Als zij aan een eis voldoen om zone 2 te mogen komen. Je gaat zorgen dat de regels worden gehanteerd. Betreft de plotaankoop en alle regels die daarbij horen. Yep. Verder ben jij gewoon de burgervader van Cosmopolitan. Je beheert, beschouwt en overziet gewoon de hele stad. En je moet zorgen dat al je wethouders gewoon in ieder geval je werk gaan doen. En je zorgt gewoon dat je een hele goede burgervader wordt. Kun je ook zo een beetje je eigen stad een klein beetje inrichten? Inderdaad. En ik twijfel ook niet dat jij daar de meest geschikte persoon voor bent. Oké, zeker. Dank je wel voor het compliment. Dat is natuurlijk één ding. Zo, ik denk dat ik eventjes een nachtje over moet gaan slapen, Timewalk. Dat is wel een flinke... Ik ben namelijk gestopt bij de FBI, dat weet je natuurlijk al. Ja. Omdat ik wat meer rust wil hebben. Nu gooi je me zo weer... Ja, word ik zo weer de diepe misschien weer ingetrokken met burgemeesterschap. Maar ik heb zeker interesse hoor. We begrijpen niet verkeerd. Leuk. Zal ik... Ik laat morgen van me horen. Is dat goed? Dat is goed. Nou, dan ga ik je in ieder geval niet verder storen in je bubbelbad verhaal. Yes, dankjewel. En dan zien we of spreken we elkaar morgen wel.
Helemaal goed, dan, nou, dan laat ik je er wel even uit. Kun je de weg terugvinden naar Cosmopolitan? Dat lukt je wel, hè? Ja, dat is goed. Helemaal goed, fijne avond. Hoi, Dylan. Hoi. Zo, dus. Dat was de nieuwe, is de nieuwe minister van Binnenlandse Zaken. Oftewel wat David eerst was. Blijkbaar, dat had ik toen ook al meegekregen uit de krant natuurlijk. Want ik heb David en Duffy heel lang niet meer gesproken. Want sinds ik weg ben bij de FBI, hebben ze geen interesse meer in mij of zo. Ik zie ze wel afspreken met F5-members. Ik heb ze met z'n drieën zien lopen. Joris, David, Lars en Duffy. Maar ze hebben mij nooit gevraagd. Dus volgens mij wouden ze hem niet meer echt in de F5 hebben, denk ik. En ik had lekker rust. En ik had heel veel plannen gemaakt om heel rijk te worden met Red Light District. Maar er komt in één keer de burgemeester, de minister van Binnenlandse Zaken op mijn stoep staan. En die zegt van, hey, heb jij interesse om burgemeester te worden van Cosmopolitan? Een van de meest welvarende, belangrijkste steden. Eigenlijk de hoofdstad van heel Mytopia, volgens mij. In heel Mytopia. Dat is een van de belangrijkste steden. En dan kan ik daar de hele bepalen hoe het er allemaal uit komt te zien. Hoe mensen er naartoe gaan komen. Het is met die alle grote flatgebouwen en dat soort dingen. Ja, het is wel echt een big ass beslissing. Want ik ga denk ik even gewoon een rondje lopen. Even kijken hoor. Okay. Even naar buiten. Ik ben hier heel lang niet meer geweest, jongen, in dit gebouw. Echt, jeetje mina. Mytopia is best wel een beetje rustig aan het zijn op het moment. Er komt bijna niemand meer. Want je moet natuurlijk level 3 of zone 3 kunnen betreden hier zo. Maar ja, het is best wel een grote beslissing. Want ja, weet je wat? Ik ga het vragen aan jullie kijkers, jongens en meiden. Willen jullie graag dat ik burgemeester word van Cosmopolitan? Want als ik dat burgemeester ben, kan ik hele leuke dingen doen. Dat weet ik wel. Dan kan ik de stad inrichten. Samen met de kijkers natuurlijk kan ik de stad mooi maken. De stad aantrekkelijk maken. Ik krijg een eigen kantoor natuurlijk weer. Een eigen... Haha, Royal Auto in de Blue Street. Haha, in ieder geval kan ik allemaal mooie dingen neerzetten. Waardoor de stad Cosmopolitan super aantrekkelijk wordt. Want nu is Cosmopolitan ook wel een hele rustige stad. Dat merkte ik toen ik FBI was, merkte dat heel erg. Alleen mensen die daar werkten. Maar dan kan ik het heel aantrekkelijk maken voor spelers. Om daar gewoon te komen en te genieten weer van Cosmopolitan. Dus ik neig heel erg om ja te zeggen. Ik wil eigenlijk heel graag de burgemeester daar worden. En ja, het ding is, het kost wel weer veel tijd en moeite. En even kijken hoor, want Cosmopolitan, daar zit op het moment, de ministerie zit daar. De FBI zit daar. Allemaal belangrijke hoge mensen. Onder andere, nou David dus niet meer. Joris zit daar en dan kan ik dus inderdaad, als ik daar ben, veel geld verdienen voor de stad. 20% van mezelf houden, dat is heel veel geld. En ik kan de stad een heel stuk mooier maken. En dan heb ik weer een hele belangrijke taak in Mytopia. Ik heb weer een doel. Want het doel geld verdienen is dat ik natuurlijk eerst had weer een beetje lekker aan Red Light District te gaan doen. Maar ja, wat ik nu ga doen, dan open ik gewoon de Red Light District in Cosmopolitan. En wie gaan we tegenhouden dan? Niet heel veel mensen eigenlijk. Want hè, ik moet natuurlijk wel zeggen, ja nee, het is natuurlijk Cosmopolitan. Het wordt Red Light District om mensen aan te trekken natuurlijk. En ik mag niet zelf de winkels runnen. Dat mag ik niet als burgemeester. Dat is wel jammer. Maar dan moet ik jullie kijkers hebben natuurlijk die bij mij Red Light District willen gaan runnen. Dus dan creëer ik er heel veel nieuwe baantjes en bedrijfjes in Cosmopolitan. Dus werkloosheid vecht ik aan als burgemeester. Klinkt allemaal ideaal. Oh, hey, Ketel, de nieuwe killer. Hallo. In ieder geval, ik zwaai gewoon even. Het wordt dus even, ja. Ik denk dat ik het wel wil gaan doen. Dus dan ga ik zometeen eventjes een boekje al schrijven. En de brief beschooien van het ministerie van Timewalk. Want het lijkt me een heel goed idee om daar gewoon burgemeester te worden. En mensen goed te keuren in mijn stad. En ik wil natuurlijk geen scare mensen in mijn stad. Geen mensen die geen geld hebben. Maar alleen maar rijke mensen of mensen met een doel. Weet je, ik wil geen lamme zakken eigenlijk in mijn stad hebben die een beetje lopen rondlopen. En dan kan ik ervoor zorgen dat mijn stad, Cosmopolitan, dat ik eigenlijk ergens echt een baas over ben. Een bepaalde soort van baas. Om dat te regelen. Jeetje man, het overvalt me heel erg. Ja, maar het lijkt me wel heel gaaf om te doen. Het lijkt me echt heel gaaf om te doen. Het is een hele belangrijke job. Dus mensen, in ieder geval. Ik ben gevraagd voor burgemeester Cosmopolitan. Laat me even weten wat jij ervan vindt. Wil je dat ik daar burgemeester word en geef me hele vette plannen voor de stad? Want ja, jullie zijn de kijkers, jullie zijn ook de spelers meestal op Mytopia. Laat me even weten wat jij graag wil zien natuurlijk in Cosmopolitan. En hoe ik daaraan ga kunnen werken. Mensen, ik wil je bedanken voor het kijken. Doe zeker even een blauw duimpje omhoog, achter omhoog. Als je het heel erg leuk vindt dat ik burgemeester ga kunnen worden. Ik wil je bedanken voor het kijken. Zie ik je graag in de volgende video. Later was het ziens. En natuurlijk,